Dit is een uitpaksessie van de iPhone 4, de opvolger van de 3GS. Zoals jullie kunnen zien zit het in een erg dun doosje dit keer. Ter vergelijking heb ik nog een ander doosje van de oude 3GS en je kan zien dat het bijna de helft scheelt. Ze hebben het toch weer kleiner weten te maken. We gaan eens even kijken wat we in het doosje aantreffen. Uiteraard de nieuwe iPhone 4, daar kijken we zo verder naar. Dan hebben we hier een stapel boekjes, vingervlug aan de slag, dergelijke. En dan hebben we hier nog de USB naar dock connector, een vrij dunne stroomadapter en uiteraard de geweldige oordopjes. Maar niet juist. Nou, dit gaat allemaal weer terug. Terug naar de iPhone 4. Een heel mooi dun apparaat. Ziet er geweldig uit. Achterkant van glas gemaakt. Er staat geen 32 gig meer op de achterkant. Dus je blijft een beetje in het duister welk model dit is. Behalve als je hem natuurlijk aanzet. Nou, zoals u ziet, ziet het er echt prachtig uit. Een waardige opvolger van mijn oude iPhone 3GS.